Op zaterdag 5 november vond de Landelijke Natuurwerkdag plaats. Op honderden locaties in heel Nederland gingen meer dan 14.000 mensen aan de slag in het landschap. Het snoeien van fruitbomen, wilgenknotten, houtwallen onderhouden en poelen schonen. Het is 9 uur en we gaan samen aan de slag in de Hoogstam Fruitboomgaard van de familie Salden in Obicht. Eerst nog aan de bomen hangende appels verzamelen en nadat de nodige voorbereidingen zijn getroffen en ook de knotkar met IVN-vlag prominent in staat van paraatheid is gebracht, kunnen we om 9:15 samen een kop koffie gaan drinken. Nee, we gaan eerst aan de koffie, hè. Ja, die is niet verplicht, hè. Dames en heren en jongelui, komen jullie er ook even bij, want jullie zijn eigenlijk zeker de belangrijkste. Na een welkom van de heer Kas van Heugten werd er gestart met de indeling en de instructies, gevolgd door het werk zelf. Frits, de grote baas van de boomgaard hier en van de schapen hiernaast in de wei, die is onze gastheer. Maar ik mag de gastheer zijn voor het IVN Land van Zwantibold. Meneer hier aanwezig, daar aan de rechtse kant, die speciaal van de oude ambacht hier naartoe is gekomen. En die nog het vak van de chansenbinden van vroeger uit kent. En die dat ons wellicht nog zal bijbrengen hoe het moet en hoe we het niet moeten doen. We gaan straks of zometeen in groepjes werken en dan gaan we 1 of 2 mensen gaan in de boom snoeien. Degene die dat ofwel al kennen of die willen leren van hieruit van hoe je dat nou precies moet doen. Maar we doen dat samen en we hebben voldoende mensen erbij die daar heel veel know-how van hebben. Ook de 2 senioren die nu binnenkomen, die weten daar alles van af, van het snoeien. Wij noemen dat de Raad van Toezicht. Goswin Stoffels en Leo van Witsen, die zijn ook al sinds jaar en dag bij de werkgroep Knotbomen. Leo is zelfs een van de medeoprichters vanaf het eerste uur. En zometeen voor jullie ook natuurlijk de koffie en thee, chocomel. Cake van Annie, niet te vergeten. We gaan straks tot 1 uur of 12, 12:15, werken. En dan komt Hennie met soep. We proberen ervoor te zorgen dat we rond 1 uur wel klaar zijn. Dat we dan ook het snoeihout hebben opgeruimd. Dus allemaal heel veel plezier. Werk veilig en werk gezellig. Dankjewel. Ook werden er nieuwe nestkasten geplaatst die moeten voorkomen dat de steenmarter de jonge uiltjes gebruikt voor een lekker hapje. Hallo buurtmaker. Waarom zijn jullie hier? Voor methalen. Moest dat van papa? Of nee. Hadden ze dat op school gevraagd? Nee, wouden we gewoon. Oh, wouden jullie dat? Ja. Oké. Okay. Dus je wou dit veel liever als voetballen of op de computer spelen? Ik zit niet op voetballen. Dus. Oh, je zit niet op voetballen. Nou, dan had je niks anders te doen natuurlijk. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel heel leuk, oké. Okay. Ja. En hoe heet je dan? Joep. Joep? Ja. Joep, Jansen. Nee! Nee? Joep Wouters. Wouters? Ja, Wouters. Oké, okay. En hoe heet jij dan? Monifaze. Oké. Okay. En jij vond het ook heel leuk om hier te komen?